vergelijking met de rechtbank, die tot de slotsom kwam, 3 jaar onvoorwaardelijke celstraf, een totaal andere uitspraak, oftewel arrest. Ja, dat klopt. Daarmee is het Hof ook begonnen in het doen van de uitspraak vanmorgen, fundamenteel anders dan de rechtbank heeft geoordeeld. Het Hof is namelijk van oordeel dat niet bewezen kan worden geacht dat deze verdachte met opzet heeft gehandeld. Ook niet met het strafrechtelijk iets lichtere opzetvariant, namelijk het voorwaardelijk opzet. Dat je willens en wetens de kans neemt dat dit allemaal zo verloopt en die kwade kans nog op de koop toeneemt ook. Nu heeft het onderzoek, het justitieel onderzoek, jaren in beslag genomen. Kun je nu eigenlijk zeggen dat alle patiënten vogelvrij zijn? Want ja, hoe ver moet een arts gaan om überhaupt gestraft te worden, veroordeeld te worden? Nee, dat kun je niet zeggen op basis van deze uitspraak. Want ieder geval staat op zichzelf natuurlijk. En zo zal iedere rechter bij een medische zaak die aan zijn oordeel wordt voorgelegd in dat geval moeten kijken of voldaan is aan de opzet of mogelijk ook aan de schuldvariant van zo'n delict. Want dat bestaat ook nog. Alleen dat was hier niet ten laste gelegd en dus kon het Hof daar niet over oordelen. Is het blijkbaar moeilijk om zeg maar medische blunders of misses om die in strafrechtelijke zin aan te pakken? Dat kan je op basis van deze uitspraak niet zeggen, nee. En waarom kan dat niet? Omdat hier toch een aantal aspecten aangezeten hebben. Hè? Ook ouderdom van de feiten, maar zeker ook wat door deskundigen is verklaard. Hè? Die maken dat in dit geval dat oordeel zo is uitgevallen, maar in een andere zaak dat heel goed ook weer anders kan uitpakken. Voor de rechtbank hebben deskundigen of collega-artsen gesproken over hapsnapbeleid en eigenlijk de daden van de heer Janssen Stuur met de grond gelijk gemaakt. Is dat nu met dit arrest, met terugwerkende kracht, toch verkeerd geweest? Nee, er zijn verschillende deskundigen gehoord. Inderdaad bij de rechtbank, maar ook in hoger beroep zijn deskundigen aan het woord geweest. En ik zou zeggen, lees eens op rechtspraak.nl wat daarover staat in het arrest van het Hof dat vandaag is uitgesproken. Omdat er ook deskundigen zijn geweest die veel eer ondersteunen wat deze verdachte zelf heeft gezegd. Namelijk dat hij niet met opzet zijn patiënten benadeelt in hun gezondheid. Sterker, juist het belang van zijn cliënten op het oog heeft gehad. Dat hij daarbij flinke missers heeft gemaakt, dat heeft hij zelf toegegeven.